Vandaag testen we de Reynolds Black Label ATR 700C. Reynolds is niet het bekendste wielenmerk in onze contrée, maar naar onze mening is dat onterecht. Van elke wielset die we er al van hebben getest, waren we onder de indruk. Reynolds heeft een uitgebreide lijn aero-wielen, met daarnaast de G-serie voor avontuurlijke gravelbikers en daartussenin de All-Terrain Road-serie met deze Black Label als duurste. Die kost €2.249 en komt dan daardoor aan een gewicht van 1449 gram. De prachtig klinkende Industry 9 naven en de Sapem CX Ray spaken zijn ook tekenen van kwaliteit die we appreciëren. De velg is 40 mm hoog en 23 mm breed intern en heeft nog een oude getrouwe velghaak voor extra zekerheid en maximale compatibiliteit met zowel gewone als tubeless banden. Reynolds maakt al vele jaren tubeless wielen en dat merk je aan de vlotheid waarmee je de banden tubeless krijgt. In combinatie met 28 mm brede koersbanden, zoals deze S-Works Tubeless Ready, zie je hoezeer de 32 mm brede buitenkant uitpuilt. En dat is iets dat modern is, want heel veel nieuwe wielen hebben zo'n velgvorm. Om te concluderen, dit is niet onze eerste off-road gerichte wielset van Reynolds. En als we mogen afgaan op onze voorgaande ervaringen, dan is dit een upgrade waarmee je voor jaren goed zit. Bovendien heeft het Amerikaanse merk een servicecenter in Duitsland. Mocht er toch iets aan de hand zijn, dan ben je tenminste snel geholpen. Tel daar de levenslange garantie op de carbon velg bij en je kan op je beide oren slapen.